Tchaikovsky's vijfde symfonie, E-klein, heeft voor mij een hele bijzondere betekenis. Want ik kwam als jong broekie, ik was 21 of 22, vanuit Zuid-Limburg naar de Randstad, naar Amsterdam, bij het toenmalige Amsterdamse Philharmonisch Orkest. En ik kwam naast iemand te zitten die toen net zo oud was als ik nu. En die had een heel ander instrument dan ik. Ook een klarinet, maar van een andere bouwer en een ander systeem. En we begonnen met Tchaikovsky, vijfde symfonie. Nou, zo begint het ongeveer. Het is bijna een treurmars of zo, heel donkerbruin. En dat heeft Tchaikovsky voor twee klarinetten geschreven. Maar dat klonk toen als één instrument. Ofschoon we elkaar helemaal nog niet kenden. En dat is, vond ik toen zo mooi. En dat is me altijd bijgebleven eigenlijk. En dat sombere van dat eerste deel, dat blijft eigenlijk in die hele symfonie. In het tweede deel, in het derde deel, wat een walsje is. Maar eigenlijk een beetje onderkoeld. En aan het einde pas, dan is een soort bevrijding. Als dat mineurthema dan helemaal in majeur door het hele orkest gespeeld wordt. En dan gaan we toch allemaal blij naar buiten. Tchaikovsky 5.